Dan, voorzitter, als laatste, zei de Kamervoorzitter als kandidaat dat hij pijnlijk neutraal zou zijn. Mijn vraag ook in het licht van wat er de incidenten rondom extreem rechts versus extreem links. Wat mij betreft was dat wel pijnlijk, maar niet heel neutraal. En ik ben benieuwd hoe hij daar zelf op terugkijkt. En het laatste, toen een andere collega, de collega Baudet, zei, naar aanleiding van in het debat in de Kamer, had hij gezegd dat hij iemand een andere collega op de bek zou willen slaan. Toen werd hij ontboden door de Kamervoorzitter. Wat ook in lijn was met de belofte die deze Kamervoorzitter als kandidaat deed. Namelijk om te sanctioneren. Geen gedonder in de zaal terwijl als ik er zit. Maar die collega die liet zijn kickboxafspraak voorgaan. Ik vond dat een wanvertoning van zijn kant. Maar ik hoor ook graag van de Kamervoorzitter hoe hij daar op terugkijkt. Want ik denk dat het heel verstandig was dat hij hem op het matje riep. Hoe kijkt de voorzitter terug op het incident met het benoemen van extreem rechts en het incident Baudet Klaver? Nou ja, mijn voorganger, mevrouw Bergkamp, heeft een punt gemaakt over de term extreem rechts. Dat ging toen in de richting van de heer Sjoerdsma. Dat was naar aanleiding van een nota die zij heeft geschreven over taalverruwing in de plenaire zaal. En dat zij daar meer een punt van wilde maken, breed gedragen. In het presidium is daarbij ook als voorbeeld de term extreem rechts gebruikt. En naar aanleiding daarvan heeft mevrouw Bergkamp daarbij toen ingegrepen. En hetzelfde heb ik ook gedaan. Het is geen verboden woord. De heer Ergin vraagt om een lijst met verboden woorden. Maar het ging over de toevoeging richting een ander lid van de Kamer. En daar heb ik op geacteerd. Ik stel vast dat onafhankelijke waarnemers de podcast met Pim van Galen en Sibinia vaststelden dat bij het daaropvolgende debat, namelijk met de informateurs, de term extreemrechts beduidend minder gebruikt werd. En daar ben ik blij om. De heer Snell had een vraag over het incident Baudet Klaver. Ja, dat ging natuurlijk om een bedreiging met geweld buiten de orde. Ik heb dat onmiddellijk hoog opgenomen. En onmiddellijk zijn achter de schermen. Ik moest vervolgens zelf nog die dag voorzitten. Is daarna gekeken juridisch, ook met mensen die thuis zijn in het staatsrecht. Wat kunnen we daar mee doen? En gezien het feit dat het buiten de vergadering is gebruikt, is dat een moeilijke. Er staat wel een strafrechtelijk traject open voor als je bedreigd wordt met geweld. Het is een onderwerp dat we niet vaak bij de hand hebben gehad. Omdat het laatste voorbeeld van iets dergelijks, dreigen met geweld, is meer dan 100 jaar geleden. Dus ook niet een pregnant iets. Ook bij de laatste herzieningen van het reglement van orde van de Staai 1 is dat nooit te berde gebracht. Ik heb de heer Baudet, die heeft me gebeld. Hij is niet bij mij verschenen wat ik hem had gevraagd. Hij heeft gebeld, dat vond ik niet comme il faut. Maar goed, hij zei dat hij dat in een appje had laten weten. Dat appje was open voor interpretatie. Ik vind dat hij bij mij had moeten verschijnen. Maar ja, ik heb verder dan ook geen middelen om daar verder iets mee te doen. Ik was in ieder geval blij met zijn telefonische reactie waarin hij aangaf dat hij het niet zo had moeten zeggen. Ik heb er toen bij hem op aangedrongen om dat ook openbaar te maken. Dat is toen gebeurd. Ja, en daarmee was voor mij de kous af. Ik vond hij het spijt betuigd. Dan is het tussen beide heren om daar verder mee in het reinen te komen. En als de heer Klaver had willen dat wilde doorzetten, was er een strafrechtelijk iets mogelijk. Ik vond het een zeer vervelend, betreurenswaardig incident. En ik heb daar meteen op geacteerd.